je kijkt naar deze nieuwe video. En in deze video is weer een soort tutorial video. Want in deze video ga ik jullie laten zien hoe je echt super gemakkelijk van die flesjes kan krijgen of van het afval kan krijgen voor het project PAARD van Grote Bonnie. Jessica zit weer naast mij en ik heb gezegd... Hallo. En ik heb gezegd dat zij vandaag wel even een beetje mee mag kletsen. Dus je hoort haar ook wel een beetje tegen mij praten ondertussen en zo. Dus dat je dat weet. Als je hier al super veel zin in hebt en je dit super handig vindt, geef dan even een dikke duim omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. En klik dan ook even op het belletje, zodat je altijd op de hoogte blijft van wanneer ik een nieuwe video upload. En dan zeg ik direct, laten we beginnen met deze video. Nou, zoals je ziet heb ik al echt best wel veel dingen. En daar is Jessica ook. En we zijn nu momenteel hier. Dus ik ben, voor als je even een beetje oriëntatie wil weten. Wat is mijn kat nou? Is Silverkleed en Kasteel Silverkleed. Daar is Moorland. De coördinaten zijn, ik rijd er eventjes heen, want dat is de plek waar we de coördinaten nodig hebben. Nou, als je hierheen gaat, is dat wel mooi. Kijk, X195, nee, 196 en I218. Dus voor als je het niet kan vinden. Mag ik dat zeggen? Ja. Wel, als je willen weten wat project PAARD is, kijk dan even haar volgende update. Ja, tuurlijk. Kijk dat even. En like. Ja. En comment, weet ik veel wat. Oké, okay. Wat je dus doet is, je staat hier naast dit hekje. Tenminste, je hoeft daar niet per se te beginnen. En je rijdt naar die GED-plaats toe. En als je dan hier bent, dan ga je gewoon even kijken of je dingetjes kunt vinden. Niet heel bijzonder. Oh, daar zit er nog één in. Ja. Yeah. En nog een tip. Zet Spotify aan of zo tijdens het doen. En het is een stuk leuker. Wat je dan doet, is je rijdt weer deze kant op. En je rijdt hier tussendoor als het ware. En dan rij je om het hekje heen. Om gewoon dit eerste hekje wat je tegenkomt. En dan rijden we terug. En dan zijn ze weer gerespawned. Of hoe je dat wil noemen. Nee, dat is dat ze weg zijn. Opnieuw neergezet. Want ja. Dan ben je net ver genoeg. En kijk. Dan kun je ze weer pakken. Dan kun je ze weer pakken. Dus dan hoef je niet te... Kijk, je kan natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld... Je hebt ook bijvoorbeeld het rondje dat je bij zilver kleed. En dan naar andere plek weet je. Maar dit is wel een van de handigste. Dit is vandaag de eerste dag dat ik dit doe, maar dit werkt wel heel goed. Wat ik eerst deed, was dan begon ik bij Silverkleed en dan ging ik naar Kasteel Silverkleed en dan ging ik hierheen naar de GED-plaats, dan reed ik naar Fort Pinta en dan nam ik de paardentrainer naar hier en dan bij die GED-plaats en dan nam ik weer de paardentaxi naar huis en dan steeds dat rondje. Maar ja, dat was... Veel meer werk. En je verspilt dan natuurlijk wel steeds 25 euro voor zinnen. Dat ze verspillen. Maar ja. Ik heb er bijna 8000. En ik heb er nu alweer 16. Zoals je ziet ben ik al best wel ver met dit setje. Ik moet nog het rokje van 30. En daarna alleen nog mijn dingen van 50. Oh, daar zit er nog in. Maar sowieso bij de GED. Als je een plek wil hebben waar je veel zoekt... Zoek bij de GED-plaats, sowieso. En doe ik die andere vlak bij de Remma van de Barones? Poes, wat doe je? Daar zijn er ook allemaal wel. Maar daar zou je bijvoorbeeld ook dit kunnen doen. Maar dan moet je gewoon zelf een rondje bedenken dat je rijdt. Alleen, hier is het toch wat handiger. Want hier kan je ze ook wat makkelijker pakken. Laten we direct even het op gaan halen. Want ik wou ook nog heel graag het zadeltasje, aangezien ik nu natuurlijk een pushje heb. Vind ik dat wel leuk om dan ook een bijpassend zadeltasje te hebben. En dan hebben we nog de beenbeschermers, volgens mij heb je die. Dan hebben we nog schoenen en een hoed. En nog een hoofdstel. En dat is het volgens mij. En dan heb ik alles. Nu het hoedje volgens mij kopen. Ja, en dan daarna hoef ik alleen nog maar 15 dingen. 15 euro dingen. En dat, 15, en dat is 2x30. Dus dan ben ik echt bijna klaar voor. En nog super erg bedankt voor de 22 abonnees. Tenminste, nu ik dit opneem heb ik 22 abonnees. Echt, het ging zo snel. Wat ook wel leuk is, ik heb voor een schoolproject. Voor het vak R&D. Ja, Research and Development is de afkorting daarvan. Als je dat nog wil weten. Oh ja, en we moeten ook nog de handschoentjes doen trouwens. Daarbij moest ik een smart doel zetten.
En dat houdt dus in dat je een doel moet zetten wat je eigenlijk in de lessen wil doen. Ik vind R&D daarom dus ook heel erg leuk, want je doet eigenlijk wat je graag wil doen. Graag wil leren uiteindelijk, wat je wil gaan doen als werker. Ja, precies dat. Ik had toen gekozen om te proberen 20 abonnees te halen op mijn YouTube-kanaal. En dat is toen ineens echt super snel gegaan, dus echt super bedankt daarvoor. Ik heb... Ja, in één avond. Eén avond is dat gewoon gelukt. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Wat is je volgende sport? Nou, mijn docent. Ik ga niet de naam zeggen, want dat doe je gewoon niet. Als diegene niet heeft gezegd dat hij op YouTube wil, dan zeg ik ook niet de naam. Maar mijn docent die had wel een leuk idee. Maar ik moest naar mijn docent toe komen als ik klaar was met mijn doel. En dan, ja. En even een uitleg. S staat voor... wat was het ook weer? Impel. Nou, ik weet niet meer. Laat maar. Ik weet de afkorting niet meer. Als je op internet smart opzoekt... of smart doel, ik weet niet, zoiets. Dan bij afbeeldingen vind je vast die afkorting wel. Maar ik weet nu even niet meer wat. Omdat ze de afkorting willen weten. Maar ja. Ik dat nu heel graag wil weten. Ik heb er. Als ik er weer 15 heb, dan gaan we nog even één dingetje kopen. Ik denk dat ik dan de schoenen ga kopen. Nee, ik ga denk ik de. Ja, ik ga de schoenen kopen. Ik heb de ding. Ja, heb ik ga je uiteindelijk alle dingen kopen? Ik ga uiteindelijk alles kopen en ik ga proberen vandaag dit af te krijgen. En dan, ja, dan blijft natuurlijk wel, dan vind je nog steeds wel af en toe afval. Daarom vind ik helemaal niks. Maar dat is ook bijvoorbeeld dat je hebt die XP-dingen of je hebt zo'n picknickmand. En dat zijn gewoon van die dingen. Ja, dan is het een keer misschien leuk voor een video dat ik gewoon heel veel dingen ga verzamelen. Echt, echt heel veel. Dat ik mijn paard dan gewoon zo'n hoog mogelijk level ga proberen te krijgen. Met alleen maar die XP. Dan ga ik een nieuw paard kopen. Of zo. Misschien is dat nog wel een leuk idee voor de video. Dus zet zeker in de reacties. Dus zet zeker in de reacties of jullie dat een super leuk idee vinden. Of dat jullie denken, nee. Want ik heb zelf veel wishlists van paarden, dus ik zou niet erg vinden om een keer een paard te kopen. Nee, ik denk, ik heb op de Star Stable Horses app, heb ik nog Ja, maar die is al direct level 10, dus dat is dan... Ja, dat wel. Ik weet nog niet welk paard ik wil. Ik denk dat ik dan een Connemara ga kopen. Ik beloof nog helemaal niks, jongens. Maar ik heb momenteel 6633 starcoins, dus dat kan best nog wel een keer. Doordoen, want morgen is weer de update en we weten niet of het blijft. Dus als je dat weet, zet dan even in de reacties of je weet dat dit altijd blijft of dat dit ook weer na een tijdje weggaat. Want volgens mij blijft het altijd, alleen het is wel fijn om dat maar te weten. Maar kan je ook nog over dat PHRD klaar hebben of zo? Denk het niet, eerlijk gezegd. Oh ja, wacht, de hoed is natuurlijk ook van 30, dat was ik helemaal vergeten. Oh, ja. Volgens mij hebben we er 15. Ja, we hebben er precies 15, dus dan rijden we daarheen. Dus dan rijden we daarheen. Dan gaan we dat ding even kopen. Dus de schoenen. En dan is de video weer klaar voor vandaag. Weet je wat ik vind? Als je dat en dat truitje en dat rokje lijkt een beetje in jurkje. Ja, ik denk dat de bedoeling is, eerlijk gezegd. Dit is heel leuk. Ik vind het setje heel leuk. Alleen het is een beetje irritant als waar dat deze kleuren niet zo heel vaak voorkomen in kleren van Star Stable. Mijn scherm lekt echt heel erg. Oké, we gaan de schoenen kopen. Wat ik nu jullie wel even voor waarschuw, het is bij mij niet gebeurd, maar let op, want ik heb de zaaltas bijvoorbeeld al, zoals je kunt zien. Als ik hierop klik, gebeurt er, als ik daar overheen ga, gebeurt helemaal niks. Dus let op, want je kunt die dingen dus nog een keer kopen en dat wil je niet hebben. Want dan heb je het dus dubbel en daar heb je helemaal niks aan. Dus laten we de schoenen gaan kopen. Ja. En mijn poepetje gaat weer juichen. Nou,
Dit is zover we nu zijn met het setje. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En mijn kat space er meer. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Geef even een dikke duim omhoog. Abonneer je hieronder op mijn kanaal. En klik dan ook even op het belletje. Zodat je altijd op de hoogte blijft van wanneer ik een nieuwe video upload. Doei! Doei!